dan mensen. Zei je die, ben je vrij? Of aan het werk heb je even tijd? Het geeft niet, doe wat je doet. Zet even meer geluid voor je radio, zodat je deze info toch krijgt. Ga maar lekker zitten of liggen. Pak snacks of wat om te sippen. Spit je oren, hetgeen je wilde horen gaat meteen beginnen. Serieuze dingen, door de burger, voor de burger. Groepen en kringen, met de bedoelingen ieder te zoeken en vinden. Zonder iemand te dwingen, we pleiten voor gelijkheid. Onafhankelijk zijn en vrijheid in ons midden. Bewustwording is waar we mee beginnen. Vervolgens honger stillen, overleven, beklimmen en nieuw leven beginnen. Door steeds meer kennis te innen. In dit programma laten feiten de leugens trillen. Freedom Fights, via de ether je geheugen binnen. Cheers, Freedom Fights. Onafhankelijk zijn, Freedom Fights. Zij willen geïnformeerd, Freedom Fights. Vrij denken, Freedom Fights. In termen van vrijheid. Oké, lieve luisteraars, we gaan beginnen met onze volgende aflevering. In de studio vandaag zit de heer Sital. Heer Sital, goedemiddag. Middag. Alles goed met u? Nou, redelijk. Ja? Alleen wat warm. Alleen wat... Nou, we zitten airco nu. Ja, hier, maar ik moet nog buiten straks. Oh ja, klopt. Oké, meneer Sital, laten we gelijk beginnen, want we hebben maar een uurtje. En ik heb zoveel vragen voor u. Ik heb aangekondigd dat we in de studio zo zijn vandaag en ik heb een waslijst van vragen gehad. Dus we gaan even kijken hoe ver we kunnen komen. Oké, lieve luisteraars, even ter inleiding, even ter verduidelijking. Ik ga de heer Sita vandaag bepaalde vragen stellen. Weet het is Freedom Vibes, het programma waarin de meest gevoelige topics worden behandeld. We zeggen bepaalde dingen hier waarvan anderen denken dat die dingen niet gezegd kunnen worden, maar wel met behoud van respect. Maar het is gewoon ter informatie. Oké, meneer Sital, dan ga ik beginnen. Ik ga even kort inleiden. U heeft, dus de eerste vraag, hè, we gaan de opbouwen. U heeft, de heer Bouters, u heeft uitlatingen gedaan de laatste tijd door de media. En we gaan even specifieker op in zo meteen, maar even voor de duidelijkheid. U heeft dus vanaf het begin de heer Bouters ondersteund, door dik en dun. En u heeft laatst dus woorden aangehaald in de media over de NDP als overwoekerd met hebzucht en corruptie. Toch? Oké. De vraag nu, ik denk dat veel mensen dat ook afvragen, wat is uw breaking point geweest? Dus waarom nu, na al die jaren? En ja, wat is het verschil tussen de revolutionaire sergeant-major? U was sergeant-major? Heb ik dat goed? Of ben ik... Bij de aanvang, ja. Ja, oké. Ja? En de regeringsadviseur anno 2014? Ja. Dat is geen kwestie van... Dat er sprake is van breaking point. Mm-hmm. Maar het is eigenlijk meer een structurele aangelegenheid. Ik heb ook in de media al veel eerder aangegeven. En als u de historie natrekt, zelfs vanaf voor 25 februari 80. Ik ben altijd een besproken persoon geweest. Mm-hmm. Ik ben niet vandaag of gisteren op een blauwe maandag opgestaan en zeggen vanaf vandaag, meneer Bouters, mijn wapenbroeder enzovoort, van voorheen bestreden of mensen om hem heen. Nee, toch? Dat is een ongoing aangelegenheid. Mm. Als u zich kunt herinneren, in 1980 al, toch, ben ik toch opgesloten geweest. Ja. Vanaf augustus. Ja, hoe lang was dat? Dat was haast 9 maanden. 9 maanden. En niet zomaar eenvoudig opgesloten geweest. Geen trial, niks. Het was dus regelrechte vrijheidsberoving. Mm-hmm. En waar ging het precies om? Ja. Precies deze zaken. Netheid, orde, eerlijkheid in de leiderschap. Geen immoreel gedrag, geen immorele mensen in je omgeving. Mm-hmm. Toch, want dat besmet je. Mm-hmm. Enzovoorts. Mm-hmm. Dus, dat was free of charge. 3,5 maand van die 9 maanden zat ik in de isoleercel. Omdat ik ook een rebellerend persoon ben. Ik ga niet zomaar zoiets op me laten komen. Mm. Uiteindelijk heb ik 14 dagen hongerstaking gehouden. Een echte hongerstaking. Hè? Mm. Want dan ben je gebouwd achter de tralies. Mm-hmm. En daar heb je een regelgeving met betrekking tot eten, drinken, slapen, wassen enzovoorts. Dus wanneer etenstijd is gebeurd, dan heb je niks meer verder. Ja. En ik heb alleen water gedronken. Dus ook dat nog. Mm. Begrijp je? Dus dat is iets van nu. Dat is een structureel ding. En wat dat betreft weet meneer Bouters precies hoe ik in elkaar zit en zijn omgeving ook.
toen en nu beslist wel. Maar oké, okay, daar heb ik dan een vraag om daar even dieper hierop in te gaan. Hè. U bent daarna, bent u dus na die 9 maanden bent u dus vrijgelaten. En u heeft dus toen een post gekregen als minister-president? Nee. Als minister Volksgezondheid. Minister Volksgezondheid, oké, okay, sorry. Maar kijk, dit is dus ook een van de vragen die ik heb gehad. Hè. Het is dus wel een beetje vreemd. Toch? Dat u... Ja, u lacht erom. Maar het is een beetje vreemd dus dat u rebelleert. 9 maanden wordt opgesloten. Zonder procesverbaal, zonder de normale wettelijke procedure. Eruit komt en dan de ministerspost kreeg. Dus, snapt u wat ik bedoel? Het is iets... U zou denken, iemand die dan na 9 maanden vrijkomt... Dan wordt hij eigenlijk als een lot overgelaten of de banden worden verbroken. Want als u 9 maanden vastzit, wil zeggen dat u... bepaalde zaken heeft uitgelaten die er zodanig een zodanig hoogtepunt hebben bereikt dat ze hebben gezegd, nee, meneer Sital, opsluiten, toch? Weg doen die handel. Yeah. Maar u komt eruit en u krijgt de ministerspost, dus begrijpt u hoe dat een beetje tegenstrijdig overkomt? Want ik krijg dan vragen als van, ja, is er dan niet een infiltratietechniek, want dan gaan andere partijen meneer Sital benaderen, toch? Want er is zogenaamde ruzie. Maar eigenlijk is er geen ruzie, dan kunnen ze hun informatie doorspelen, dat wordt doorgepeet, dus dat soort dingen. Dus de vraag is eigenlijk, hoe moeten we dat zien? Hoe geloofwaardig is dat eigenlijk? Hoe komt het? Hoe werkt dat? Nou, zoveel geloofwaardig, je moet me plaatsen in de context van een... Ik ben een controversieel persoon. In mijn zijn, in mijn politiek zijn, in mijn politiek maatschappelijk bewustzijn... kom ik al gauw controversieel over. Toch? En in dat perspectief moet u dus ook de hele situatie plaatsen. Vanaf die periode wat u benadrukt nu tot heden. In een revolutionair proces. Het heet niet zomaar revolutionair, toch? Je gaat dingen revolutioneren. Alles omvattend in het hele maatschappelijk zijn van de samenleving. En dan is het allicht denkbaar, en het gebeurt, toch, de voorbeelden zijn te over in landen waar dus revolutionaire processen zijn gestart, et cetera. En Suriname is natuurlijk niet alleen gebleven daarin. Ja. Je hebt altijd deviaties, je hebt altijd afwijkend instellingen en op de bestaande ideologie die je accepteert... als leidmotief om de processen te revolutioneren, krijg je dus dat er mensen zijn die op een gegeven moment afwijkend gedrag hebben. Want je begint het proces niet met alleen maar revolutionairen. Elk lid van de samenleving is revolutionair. Nee, je gaat revolutioneren. Je gaat een heleboel grote delen van de massa's van de samenleving moeten omturnen. Ja? En dat is een proces. Het is procesmatig. Het is niet zo eventjes eind van de maand je salaris ophalen enzovoorts. Huh? En in deze fase heb je dus natuurlijk ook gehad. In Suriname hebben we geen freedom fight gehad. Hebben wij een vrijheidsstrijd gehad naar de onafhankelijkheid? Nee, het is een papieren onafhankelijkheid geweest. Yeah. En daarna was het business as usual. Er was een naamsverandering. Maar om even naar in te haken hoor. Want ik volgens mij... dus eigenlijk de vraag is dus, hoe komt het dus dat u post heeft gehad na 9 maanden? Pas te zijn gezien, want het is tegenstrijdig. Toch? Ja, dus die tegenstrijdigheid moet je hierin zien. Ja. Je hebt natuurlijk ook in dit soort van processen ook een populariteitspool. En de omstandigheden waren van die aard, dat in feite degenen die mij hadden opgesloten noodgedwongen waren om... die sleutel weer op te zoeken en de deur open te maken en naar buiten te brengen en dan weer in het proces te vragen te komen. Waarom? Hoezo? Dat is het hem. Hoezo? Omdat het proces dat verlangde. Er was een gemis, het was een gap, toch? In het hele ideologisch gebeuren en de hele trek van het proces. Maar een gemis bij wie? Bij de mensen die bij elkeen in de leiderschap op dat moment. Oh, dus de mensen die u hadden opgesloten? Dat was er meer. Okay. Daar gaat het om. En hoe is zo'n gemis ontstaan? Want ik vind het heel interessant. Hoor. Dus waar dat gemis? Nou, dat gemis is ontstaan omdat er dus instabiliteit was in het politiek, ideologisch denken en functioneren. Toch? En die gap was merkbaar. Ik was er niet bij.
toch? Ja. En de sturing enzovoorts, die kwamen onder andere van mij en nog enkele andere medekameraden, mm-hmm. toch? Mm-hmm. En dat was dus ook een soort collectief. In elke revolutie heb je altijd dus gewoon afwijkende groeperingen, net in een politieke partij. Je kan hebben dus dat een politieke partij is georiënteerd, een liberale politieke partij. Mm. Dan heb je dus de hardwingers in de liberale partij, maar je hebt ook de softwingers. Toch? Mm-hmm. Links van het midden, rechts van het midden enzovoorts. Mm-hmm. Ja? En zo heb je dus ook in een revolutionair proces. Als je Nicaragua als voorbeeld neemt, die waren een jaar voor ons, toch? De tofste fighters, een van de mannen, commandante Zero, Zamora, de man was de field fighter. Hij heeft de strijd geleid, maar uiteindelijk is hij uitgerangeerd, moest hij uitvallen. Omdat hij te afwijkende meningen had en instelling. Wat waren uw afwijkende meningen zo? Dat zo erg was dat u 9 maanden moest opsluiten en daarna toch erop moest terugkomen om u dan weer een ministerspost te geven? Wat? Nou, afwijkende was in deze dat het, wanneer in de leiderschap je reactionaire patronen hebt, toch? Mm-hmm. Die bepaalde delen van die leiderschap zich eigen hebben gemaakt. Een bepaalde doctrine, hè? Mm-hmm. Toch? Dat is machiavellisme. En wanneer je dat bemerkt, machiavellisme, mm-hmm. gaat ervan uit, er is één persoon, die is de lead man, lead vrouw, ja, en wat hij of zij zegt, dat is beslissend bepalend. Het is de prins, het is de hoogheid, ja, als je links kijkt, dan moet je links kijken. Als je onder kijkt, dan moet je onder kijken, enzovoorts, enzovoorts. Toch? Maar, persoonsverheerlijking is leidmotief. Maar over wie heeft u het en nu dat specifiek? Is geen revolutionair gedrag. Dat is geen revolutionair patroon. Revolutionair patroon is volksgericht. Ja. De massa's. De massa's moet je bedienen, bewegen. Ja. En datgene wat de verlangens zijn van de grootst mogelijke meerderheid. Daar moet je op enten. Daar moet je op richten. Toch? Mm-hmm. En leiderschap uit zich niet op basis van dat jij jezelf op Eiffeltoren hoogte plaatst en van daaruit neerkijkt en opdrachten geeft, instrueert enzovoorts enzovoorts. Dan gaat het niet lukken. Dan ga je niet leiden, toch? Maar je gaat mensen laten leiden. En over wie heeft u het specifiek? Meerdere mensen. Ja. Oké, okay, zijn het mensen die nu nog in de... Ja, ja. Leidinggevende positie. Aantal zeer zeker is er nog, toch? Dus dan werk je ermee. Huh? Wie zijn dat? Ik stel er die zijn, vraag. Er zijn beginnelingen geweest. Uh-huh. Enkele zijn afgehaakt. Yeah. Enkele zijn gebleven. Starters die het gebleven zijn, maar ook zijn afgehaakt. Okay. En enkele zijn inkomen move uh-huh. een jaar, 2 jaar, 5 jaar, nu recentelijk. Daarna. In het hele proces. Toch? Maar dit zijn de mensen mm-hmm. niet die dus die hardcore hadden uitgemaakt, konden mm-hmm. uitmaken mm-hmm. vanwege zeer ernstige ideologische meningsverschillen. En ideologische meningsverschillen kunnen zich ook verhouden en verdragen met datgene wat je in de uitvoering brengt. Ja, nee, tuurlijk. Maar... In de uitvoering test je uit. Mm. Wat je nu ziet is, ik ga terug even naar die uitdrukking machiavellisme. Toch, machiavellisme gaat uit van een leiderschap die liever vrees moet aanjagen dan dat die als medemensen de mens benadert. Ja, optrekt. Okay. Ziet u? En de revolutionair is precies contraire daarvan. Mm-hmm. Die gaat naar het volk. Die dealt met het volk, die is met het volk. Ja? En die zoekt de solution samen met het volk. Maar, sharing en wearing. Maar zou u specifiek, kijk, waarom ik die vraag stel, om specifiek aan te geven over wie het heeft, omdat we vandaag, anno 2014, hebben we nog steeds met dezelfde mensen te maken, waarover het nu heeft? Ja, ja, tuurlijk. Ja? Oké, okay, maar dus wie zijn dan dus de sleutelmensen over wie het nu heeft? Nou, ik wil gewoon praten dus vanuit de hoogste leiderschap van het politieke werkarm, toch? Dat huidige. Als resultante mm-hmm. is voortgevloeid uit het revolutionair proces,
gestart op 25 februari 80 en dat is de NDP, Nationaal Democratische Partij. Uh-huh. En dan heb ik het over de huidige leiderschap. Toch? Uh-huh. Vanaf de voorzitter en degene die zich op dit moment pretenderen dat zij dus die leiders zijn. Ja? Uh-huh. Maar punt is dat je moet niet pretenderen, maar je moet daadwerkelijk ook leider zijn op een correcte wijze volgens de correcte principes. Maar wanneer de ultieme leider mag, toch, uh-huh, zich leider wil noemen, dan mag hij zich niet conformeren met mensen in zijn omgeving van immoreel gedrag. Van besproken en ernstig besproken gedrag. Ik snap het dus. Dat is een shame, dat kan niet. En daar gaat er geen leiderschap van uit. Want dan verplaats je jezelf in een positie van onbetrouwbaar zijn. Maar dat is immoreel gedrag. Maar is er een verschil tussen toen en nu, wat het gedrag betreft? Nee. Dus die wijzigingen hebben niet plaatsgevonden, vandaar dat deze situatie. Dus ik appelleer niet van vandaag, ik uh-huh appelleer op een stukje, gegeven de omstandigheden, uh-huh, je gaat nooit en ten nimmer 100% zuiverheid hebben, uh-huh, maar streef ernaar, naar het hoogst mogelijke percentage. Maar zelfs als dat streven niet merkbaar is, dan zijn we in diepe ellende, ja. Maar meneer Zital, ik kan dat ook zeggen, want kijk, want dit zijn dan dus ook vragen die zullen komen van, maar u bent nog steeds deel van die partij vanaf het begin. Al heb je opgesloten, toch bent u... Maar natuurlijk, ik ben medeoprichter van de partij, dan waarom moet ik er niet zijn? En moet ik wegvluchten? Als je wegvlucht, dan is het laf. Dat is ook geen leiderschap. Ja. Een lafaard kan geen leider zijn. Waarom moet ik wegvluchten? Ik ben geen jumping jack. Ik ben revolutionair, hè? Nee, dat snap ik. Die vrienden zijn vergeten. Ik heb hardship ondergaan. Toch? Uh-huh. 2 keer opgesloten geweest. Onrechtmatig. Vrijheidsberoving enzovoorts. Ja? Ja. Als dat niet alles is. Dat is 1 van de aspecten. Dat geeft aan, toch? Dat je dedicated bent, dat je standvastig bent. En dat moet de leiderschap zijn die change wil brengen. Maar dus die transformatie wil brengen in maatschappelijke processen die verstart zijn, die achterhaald zijn, dat snap die ik, achterlijk dat snap zijn. Maar het gaat er dus bij mij om, eigenlijk is mijn vraag dus, mm-hmm, als u zo oneens bent ermee en u heeft dus jarenlang structureel heeft u dus uw stem laten horen, als u dus zo oneens bent, dan zou u dus eigenlijk denken dat u dan serieus zou distancieren, toch? Want u weet wat men zegt, toch? Als je iemand wil leren kennen, kijk naar zijn vrienden, kijk naar de mensen met wie je omtrekt. Mm-hmm. Vandaar dat ik u die vraag stel, want zo lang mm-hmm en nog steeds bent u met ze. Snap u wat ik bedoel? Vandaar dat ik die vraag ook net had gezegd, van ja, dit is wat mensen denken, van ja, misschien is het infiltratietechniek. Snap u wat ik bedoel? Mm-hmm. Dus vandaar dat ik u die vraag stel, want u heeft toch daar ontzettend veel geduld, want iemand anders zou na een paar jaar al dan, vooral als een opsluiter heeft u met ze gestaan, mm, had de persoon zich al gedistanceerd, toch? Nee, maar distancieren, dat is geen fightingbereidheid tonen, hè? In militaire termen zeggen we, je bent gevechtsvaardig wanneer je goed getraind bent enzovoorts, bewapening, alles op tijd, mm-hmm, maar je bent niet gevechtsbereid. Mm-hmm. Dan heb ik niks aan jou als militair. Hello? Ja. Gevechtsvaardigheid, gevechtsbereidheid. Dat zijn 2 elementaire zaken. Dat zie je nu gebeuren in Irak. Maar u zou toch ook vanuit de andere positie kunnen bekijken? Nee. Dus ik distancieer me niet. Uh-huh. Ja? Maar ik geef de juiste boodschappen. Ik ben nu teruggekomen in die afgelopen verkiezing van 2015 of 2010. Uh-huh. Nadat ik daarvoor 12,5 jaar geen enkel contact heb gehad met mijn voormalige strijdmakker Boutersen. Vanaf 97, maart 97, not one phone call, nothing. En wat heeft gemaakt dat u toch weer contact heeft gemaakt? Ernstige meningsverschillen hadden we toen in 97, begin van het jaar 97. En dat heeft gemaakt, ik ben eruit gegaan. U bent eruit. Ja, toch? En ik heb mijn ding gedaan. En wat heeft gemaakt dat u weer erin bent gegaan? Dezelfde meneer Boutersen heeft couriers gestuurd enzovoort. En ik heb ze 1 boodschap gegeven steeds. Toch, ik heb een telefoonnummer, dat kent hij. Mijn huisadres, hij is vaker daar geweest. Ja. Ze zijn nog steeds hetzelfde. En uiteindelijk heeft hij die telefoonnummer van gevonden en heeft hij gebeld september 2009. Oké, maar wat... En hij heeft me gevraagd voor een gesprek. Mm-hmm. En ik heb gezegd waar enzovoorts. Het was in Hoseer op een avond. Ik zei alleen. Hij zei ja, alleen. Ik zei anders kom ik niet. Toch? Mm-hmm. Heel lang gesproken, heel lang. Mm-hmm. Echt.
Ja, nee, dat snap ik. Dus, heel gesprek. Maar wel diepgaand. Ja. En ik heb harde target points gezet. En ik heb namen genoemd. Dat hoeft hier niet in de uitzending op dit moment. Maar een aantal daarvan heb ik al gekenschetst. Wat, hoe, waar en wanneer. Toch? Maar meneer Sita, maar meneer, u heeft dat zo gezegd. Nee, ik ben open, toch? Dat is transparant, Sita. Wie is er zo transparant geweest? Noem maar eentje. We zijn live, toch? Ja. Goed zo. Nee, maar waarom hebt u geen namen genoemd? Want u heeft namen ik heb die namen al genoemd. Al eerder een aantal. Oh, ik bedoel de andere afleveringen. Any place. Niet alleen hier, via de media, in mijn omgeving, enzovoorts. En het is bekend. En de voorzitter NDP, ook mijn voorzitter van die partij, toch? Waar ik medeoprichter van ben. Was het 100% mee eens. Geen 5 kilometer in de omgeving van wanneer ik president word van het kabinet. En ze zitten precies op zijn schoot, dan heb je problemen natuurlijk. Ja. En vanaf dag 1 van deze regering ben ik er ook tegen bezig geweest. Elementaire zaken enzovoorts. Mensen die nooit en te nimmer in beleidsgebieden betrokken moesten worden, zijn gewoon harder bijgehaald. Toch? Dan word ik controversieel, ja. Dan is het mijn taak, ja. Dan zie ik het, al ben ik eenling. Tuurlijk. Ja, bij mij passeert het in elk geval niet. Ja. Dus ik heet geen dokkie. Je bent live, toch? Je bent live. We zijn live, toch? Nee. Ik dok toch niet? Nee. Goed zo. Maar u maakt me wel nieuwsgierig, want ik wil wel weten wie die namen zijn. Maar u wil het liever niet zeggen. Ze komen. Oh, ze komen. Oké, is goed. Oké, is goed. Dan gaan we volgen. Ik ben ook stratege. Ja. Oké. Maar dat even vertellen, dan weet je. De enige echte officiersopleiding die wij gedraaid hebben. Ja. Toch? En toen was ik chef-generale staf. Ja. In mijn druk bezette periode is me door de hoofdopleiding gevraagd om 3 vakken te doseren. Militaire leiderschap. Tactiek en strategie. En de beste officieren zijn onder andere door mij opgeleid. Weet je? Oké. Leiderschap, militaire leiderschap, ik herhaal, toch? Tactiek en strategie. Maar daarom zit ik u zo te vragen, toch, meneer Sita? Want ik weet niet of er een strategie hier is, toch? Oké, volgende vraag, meneer Sita. Volgende vraag. Want ik heb zoveel vragen voor. U heeft, wat ik net zei, u heeft dus aangehaald. De media over de media heeft woorden gebruikt als overwoekerd met hebzucht en corruptie. Dat wil ik nu even specifiek aan u vragen. Kunt u precies een beetje vertellen met concrete voorbeelden, wat bedoelt u met corruptie? Wat bedoelt u? Want de mensen, want anders blijven vaag praten over dingen, toch? Ja. Nee, dat is correct. En vooral corruptie voor wat betreft de komende verkiezingen. Toch? Want heb ik ook gelezen dat u zei dat stemmen ingekocht zouden worden. Ja. Oké, maar op welke manier? Want ik kan op verschil praten over. Want ik heb informatie binnengekregen waarbij men zegt dat bereidsverklaringen of bereidheidsverklaringen van gronden worden uitgegeven, duizenden. En daarna de verkiezingen, wanneer mensen hebben gestemd, dan worden ze weer ingetrokken. Want dat is een verschil met de beschikking. Een bereidsverklaring geeft je eigenlijk nog hier, hè? Of praten over geld, praten over banen, toezeggingen, praten over bedrijfsvergunningen. Hoe werkt dat? Het is een compleet pakket, hè? Dus... Oh ja. Ja. Oh, vertelt u. Je wordt natuurlijk bediend. Het is een gesystematiseerd beginsel. En wat de huidige NDP-leiding, de voorzitter met die zogeheten managementteam dat illegaal is, want ze hebben gewoon de statuten gekoopt en de partij gekoopt. Op dit moment is meneer Boutersen de voorzitter, de eigenaar van de partij. Zo simpel kan je stellen. Toch? Dus ze hebben free hand. Het hoofdbestuur, meest geautoriseerde instantie die leiding moet geven samen met de voorzitter aan alle activiteiten van de partij, is nu al vanaf 2013 februari informeel. En bevestigd vanaf 8 januari 2014, uitgeschakeld. Dus dat betekent adviesraad, wetenschappelijk bureau, alle ondersteunende elementen die het bestuur moeten bedienen, van veldinformatie, enquêteinformatie enzovoort, stand van zaken, welke tactiek, strategieën bewandeld moet worden, op welke wijze het veld bediend moet worden om een
goed resultaat te halen, is out of control. Het is in handen van een klikje, een secte. Ik noem het een secte. Waarom noemt u het een secte? Het is allemaal belangen verstrengeld. Het is oligarchie. Het is kapitaal vermengd, merged met partijpolitiek belang en gesitueerd in toekomstperspectief naar staatsmacht. Dus dat is voorkennissituatie. En dat is de meest gevaarlijke vorm van corruptie. Het is de meest gemene vorm van corruptie. Want die put je kas leeg zonder dat je zelfs aanwijzing zou kunnen vinden om rechtmatig de mensen te kunnen achtervolgen. Toch? Dat is de ernst van de situatie. En dat is het gesystematiseerde corruptiefenomeen wat je nu hebt. Toch? Mm-hmm. Naast de kleine dingetjes die on the go zijn, toch? Zoals het al eerder bij de vorige regering enzovoorts ook was. Dat gaat gewoon door. Mm-hmm. Maar hier praat ik over de big things. De big time corruptie dat er plaatsvindt op deze wijze. Voorkennis, dat is de meest nasty robbing. Heeft de revolutie gefaald volgens u? Wat zei u? De revolutie, dat waarmee jullie zijn gestart, heeft dat gefaald volgens u, als u dit zo bekijkt? Nee, de revolutie is opgegeten. Dat is de dus revolutie erg, is verkwanseld, okay. Toch? Door met name een deviatie van politiek-ideologische lijnen. Er was geen uitgedokterd één richting. Geen utopische revolutie voeren. Maar wat we probeerden ervan te maken, ondanks de verschillende afwijkende meningen, instellingen enzovoorts, ja, heeft het reactionaire deel gezegevierd. Dat is het jammer. Begrijp je? Dus de revolutie heeft niet gefaald. De revolutie heeft wel degelijk wat basis gelegd in diverse segmenten in de samenleving. Mm. Ja? Maar ze zijn tot op dit moment te zwak gebleven tegenover het bestaande mechanisme van paternalisme onder andere. En paternalisme viert hoogtij in een gemêleerd gezelschap, samenleving, zoals in Suriname. Meerdere bevolkingsgroepen, meerdere religieën, als gevolg daarvan verschillende afwijkende tradities, gewoontes enzovoorts, merge bij elkaar. Het is het beste mengsel voor paternalisme. En wanneer ik dan ook daarbij zeg dat stemmen gekocht en verkocht gaan worden, dan krijg je dus een merging van al deze, ja, alternatieve, archaïsche methodieken die totaal achterhaald zijn, toch? Die gaan hoogtij vieren. Want de bevolking heeft die beleidsverklaringen toch nodig, toch? Die overdrachten die al 20 jaar zitten te wachten, ontwikkeling achterhouden voor een gezin, voor een familie enzovoorts. Ja, en nu kom je even, ja, ik heb het voor je enzovoorts, maar denk eraan, het is de partij, hè, weet je? Dat is kopen en verkopen. Daar komt geen geld aan te pas, maar dat is kopen en verkopen. Ja. Wanneer u op dit moment voorzitter zou zijn van een landbouworganisatie, en ik faciliteer je omdat jij zelf je wil laten faciliteren en je wordt bijvoorbeeld beleidsadviseur op het ministerie van LVV. Terwijl je eigenlijk een kruimeltje verdient enzovoorts van jouw landbouwactiviteit enzovoorts. Ga je niet ja en nee en amen zeggen? Naar mij toe? Beslist. Zeer beslist. En ga je niet proberen om zoveel mogelijk aanhang aan te dragen dat het ook koppelt naar datgene wat die ene gever mij gegeven heeft? Dat is paternalisme. In debt, toch? Maar hetzelfde geldt ook op het hogere niveau. Wanneer één persoon in dat hogere veld van die oligarchie zit, weet je wel, heeft de directe insteek op beleidsbeslissers, de hoogste bevoegden, dan kan hij of zij toch ook anything opeisen. Ja, toch? Huh? De belangenverstrengeling is intens. Is intens. En die intensiteit wil men continueren. En als het gaat ten koste van de ontwikkeling, zoals ik ook aangegeven heb eerder, deze regering en vorige regering ook, maar deze regering met name,
is de duurste regering tegen de slechtste kwaliteit en de laagste kwantiteit. Maar dan ga ik u hierop aansluiten, ga ik u vraag stellen. Vindt u dan dat de NDP nog steeds een correcte keuze is voor de Surinaamse samenleving? Dus wat is uw stemadvies voor 2000? Op dit moment zie ik enkele correcte keuze. Nee. We zitten sowieso in een leiderschapsvacuum. Yeah. Noemt u mij één persoon die appelleert aan datgene wat de Surinaamse bevolking anno 2015 zou willen zien als leiderschap. Ik heb hier iets, hè. Laat me het even instrueren. Ja. Ik hou van die man, jammer hij is er niet, Marcus Garvey, hè. En die heeft geleefd vanaf 1887 tot 1940. Mm-hmm. Weet je wat hij zegt over leiders? Huh? Vertel. Ik luister. Vertel nooit een leugen. Als die ontdekt wordt, vertrouwt niemand je meer. Niemand vertrouwt een persoon voor de tweede keer. Dat is maar één citaat. Huh? Een ander is, toch, een leider kan zich nooit inlaten met zaken die immoreel zijn. Toch? Noem maar één schone leider die zich op dit moment profileert, die aan slechts deze twee zaken kunnen beantwoorden. Nou, ik ga u eerlijk zeggen, u stelt de verkeerde persoon die vraag, want ik heb geen politieke kleur om dezelfde reden. Dus ik heb nee, maar goed, u bent presentator, dus u krijgt ook mensen van politieke origine. Ja, ik geloof niet in politieke leiderschap. Dus we hebben een leiderschapsvacuum. Ik vind het goed. Oh, het is een open talk, toch? Ja. Dus immoraliteit kan je nooit met een nummer vereenzelvigen als leider. Nee. Zelfs als vader niet, als moeder niet, enzovoorts. Zelfs als broer tegenover zus niet, enzovoorts. No way. Niemand, een leerkracht, een arts, you name it, dat is niet goed. Toch, dat is nasty. En wij perpetueren het. Mensen zijn er zover in staat, toch? Om dat gewoon te vereeuwigen. Hey, dan wil ik controversieel zijn, ja. Oké, meneer Sital. U doet duidelijke uitlatingen, of ze hard zijn, weet ik niet. Want ik vind uitlatingen niet makkelijk hard. Maar ze zijn duidelijk. Mm-hmm. Maar wordt u tegengewerkt hierdoor? Krijgt u problemen hierdoor? Nou. Weet u waarom ik vraag? Even voordat u antwoord geeft. Luisteraars, waarom ik dit vraag? Laat me het even duidelijk stellen. Ik stel deze vragen niet omdat ik een of ander sappig verhaaltje van wil maken. Maar ik wil graag voor mezelf en natuurlijk ook voor de andere burgers die luisteren, wil ik een beeld krijgen van wat er eigenlijk gebeurt in het land. Met wat voor mensen hebben we te maken? Want ik heb net in mijn intro ook gezegd, hoe behandelen wij mensen elkaar einde van de dag? Hoe gaan we om met elkaars belangen? Hoe verantwoordelijk gaan we om met elkaars belangen? Dus ik vraag me af, want ik geloof in het uiten van vrije meningsuiting. Ik geloof daarin. You have to speak your mind. Dat is alleen maar gezond voor een samenleving. Toch? Het is alleen maar gezond. Daardoor kan je groeien. En dat doet u. Mm. Toch? Dus naar u zeggen. En ik vraag me dus af, wordt u tegengewerkt? Want is het uiten van je vrije mening vandaag, is het een probleem? Wordt het afgestraft? Dus dat wil ik graag van u weten. Als burger wil ik weten hoe ik sta. Nou kijk, ik ben altijd hard voor mezelf. Mm-hmm. Toch? Discipline. Ja. Okay. Ik ben 1 uit een gezin van 13. Nee, dat is een klein beetje. Een elftal plus 2 reserves. Het is een voetbalteam. Ja. En dan some. Huh? Landbouwers, veehouders gezin. Ja. Yeah. Toch? Ja, yeah. Oké. Okay. Hoofdkostwinner overleed toen ik 8 jaar was. Jongste 15 maanden, oudste 18 jaar. En wat gedaan? Begrijp je? Mm-hmm. En of ik medewerking of tegenwerking was? Nou, ik denk dat ik dus op de meest zorgvuldige wijze geïsoleerd ben nu. In ieder geval van de hogere top van de leiding, hoor. Mm. Niet de middensegment en basis. Uh-huh. Ik loop toch niet met veiligheidsmensen, met chauffeur en zo. Nee, ik ben alleen ik heb gekomen, dat niet gezien. Ja. En ik ga overal. Ja. Any place, anywhere. Dus. Maar een van de deviezen is geweest. Ja. Reeds begin van het jaar. Sital moet afgemaakt worden.
uitgeschakeld worden. Toch? Bedoelt u financieel? Nee, politiek. Of politiek? Financieel enzovoorts kunnen ze niet aan mij komen. Oké. Okay. Als ik u zeg dat ik 1 uit de 13 ben, landbouwersgezin, enzovoorts, toch? Dan weet ik wat hardship is. Ja. Ja? Dus ik ga niet pakken dat wat niet van mij is. Nee, maar als u dat woordje uitgeschakeld zegt, dus dat denk ik verschillende richtingen, nee, toch? Nee, dus heeft u het politiek, fysiek, dus, of... Met name politiek. Met name politiek, met maar name er is meer. Maar Gital, ja? u weet toch, dus, ik ga nee, vragen. Maar ik praat ook vrij, dus ik mag het stellen. Uh-huh. En niet de eerste, de beste uit de leiderschap van mijn partij. Dus, ik heb er geen enkel moeite mee. Ik deel en wiel met al dat soort dingen. Uh-huh. Toch? En daar deel ik ook wel mee. Ja. Maar u wordt dus politiek uitgevoerd, dus voor de duidelijkheid. Ja, politiek. Ja, dus bijvoorbeeld in mijn functioneren, vanuit het raceorgaan. Mm-hmm. Nou, dat is op zero point, mm-hmm. toch? Maar ik doe mijn werk, ik blijf adviseren. En mm-hmm. een adviseursrol is gevraagd en ongevraagd. Dus op dit moment is mijn rol merendeels ongevraagd. Maar we noteren, we registreren. Okay, we blijven actief in die zin. Maar het is wel hardship, ja, natuurlijk. Toch? En het is heel hinderlijk. Uh-huh. En daar merk je dus ook, hè, dat met name mensen die dus leidinggevende posities bekleden in die organisatie. En ik ga ervan uit, en ik heb die informaties ook in de andere politieke organisaties, just like that, hè, uh-huh. dat juist die personen, je zou verwachten dat zij meer opener staan. Degene die open staan, toch, als ze je telefoontje oppakken of je e-mailtje een reactie te geven enzovoorts, dat vooral niet, telefoontje willen ze een keertje oppakken, mm-hmm. dan zijn ze 100% eens met je. Maar direct hun gedrag naar diezelfde leidinggevenden, mm-hmm. dan is het dus echt lijmen en slijmen. Dus dat is wel knap frustrerend. Mm-hmm. En dat ik geïsoleerd word, dat heb ik al lang begrepen. Dat zou ervan moeten komen, natuurlijk. Mm-hmm. Ja. Dus daarover geen traantje wegpikken en dat soort van toestanden, gewoon doorgaan. Huh? Oké, okay. Ik heb nog een laatste vraag, even naar een break. Er is ook in de media geuit dat mensen worden afgeluisterd. Klopt dat? Door de NDP. Klopt dat? Ik kan geen ja of nee erop zeggen. Maar het is in elk land algemeen gebruik. Nee, maar we hebben het dus hier, over hier, Suriname. Ja. Wat vindt het plaats dus hier? Dus kijk, als wat ik zou het belang zijn? Mezelf in de schoenen van de hoofd CIVD, mm-hmm. De Centrale Inlichting en Veiligheidsdienst. Ja. Je kunt bepaalde momenten hebben, maar je hebt daarvoor natuurlijk ook een regelgeving. En conform de regelgeving dat je dus een specifiek individu in de samenleving zou moeten afluisteren, omdat het... de staatsveiligheid op enig moment, op enig manier mm-hmm. in gevaar zou kunnen brengen. Toch? Mm-hmm. Tot zover. Maar in de context van politiek campagne, mm-hmm. ik kan me niet voorstellen dat het kan en mag gebeuren. Sowieso niet mag. Mm. Maar u weet dus niet of het wel of niet gebeurt. Oké. Okay. Nee, want het is, dus dat heb ik laatst gelezen mm-hmm. in de krant, maar dat had een andere meneer gezegd. Ik denk niet dat we moeten gooien met dit soort van dingen, ongeverifieerd. Mm. Want dit is natuurlijk niet een correcte zaak om zo insinuerend bezig te zijn. Maar, ja, maar wat ik vraag, uit hè? Mijn eigen ervaring enzovoorts weet, mm. en wat ik weet over karakter, attitude, werkwijze van inlichtingendiensten, ja, die doen het, soms illegal, ja, undercover. Maar dan niet zozeer om bewijsmateriaal te verzamelen, maar in elk geval een bepaalde lijn te kunnen volgen. Te counterchecken enzovoorts. Als een dummy gebruiken. Mm. Ja? Maar het kan natuurlijk ook hard zijn om bewijsmateriaal te verzamelen. Ja? Maar als het gaat om een politieke campagne, een politieke statement plaatsen tegen een persoon of tegen een organisatie, en zelfs bedrijfsinformatie kan ook afgeluisterd worden. Dat gebeurt. Maar hoe gebeurt dat? Is dat alleen telefonisch? Gaat het ook via e-mail? Word je geschaduwd? Hoe werkt dat? Er zijn meerdere methodieken. Maar dat zijn dus wel
onder andere dat de methodieken. Dat zijn heel gesofisticeerde methodieken. Ja, hè? Toch, zoals we hier voor die officiële uitzending zaten in te praten. Men kan u gewoon afluisteren aan de overkant van de straat. En dat zijn zo gevoelige afluisterapparatuur dat je over 200-300 meter afstand aarzuiver kunt horen. Je bent ergens veilig. Dus als u denkt dat u bijvoorbeeld met uw lieverd iets wil doen, doe het geluidloos. Nou, oké, interessant, interessant. Is goed, meneer Zita, we gaan heel even naar een break, lieve luisteraars. En we zijn zo bij je terug. We'll be right back.
money can buy. My brother keeps driving your child relies. It's gonna come around. We gaan even nog de laatste topic bespreken. We gaan even terug in de tijd met de studenten deze vragen gehad. Weet, dit programma richt zich op integriteit, waarheidsvinding. Dus ik moet bepaalde vragen stellen. Ik ben genoodzaakt om even terug te gaan in de periode 80. Een burger heeft gevraagd. Als u heeft alles meegemaakt, u bent op veel van de hoogte ook vanaf het begin. En de vraag is, als u op de stoel van de rechter mocht zitten, is de heer Wouters schuldig? Een heel gevoelige vraag. Dus als u als persoon wordt die vraag gesteld, aan de hand van wat u weet, hè? Mm-hmm. Dat is de vraag. Dus als u op de stoel van de rechter mocht zitten, is de heer aan de hand van de informatie die u dus weet... Er is zoveel, dus dat is geen tijd om dat te bespreken. Maar is de heer Wouters schuldig? En daar, en mij heeft gevraagd, wie heeft besloten over leven en dood en wie was er allemaal bij? Dat was de vraag die ik heb gehad van de burger. Ah, dat is een hele sterke vraag, ja, natuurlijk. Ja. Laat me ook hier een openheid geven. Mm-hmm. Tot mijn verbazing... behoor ik ook tot een van de verdachten. Oké. Toch? Ja. En zoals te doen gebruikelijk, ja, ben ik in de tijd dus ook opgeroepen geworden door wijlen rechter Ramdewas, mm-hmm, die belast was als rechter belast met vooronderzoek. Mm-hmm. En ik ben er ook geweest, mm-hmm, en ik heb ook mijn statements gegeven op basis van de vragen, opmerkingen enzovoorts. En die liggen er, mm-hmm, en dat kan uitgezocht worden. En daarna heb ik dus ook een verzoek via mijn advocaat gedaan om mij te ontslaan van die lijst te schrappen, mm-hmm, omdat er geen enkel reëel argument aangehaald kan worden op grond waarvan ik daar geplaatst ben. Toch, om procestechnische redenen, want ik heb bij de eerste deurwaardersverklaring die ik kreeg, mm-hmm, toch heb ik het gewoon voor een grap genomen. En ik heb het termijn laten overschrijden. En toen pas heb ik dus contact opgenomen toen ik het via de media hoorde enzovoorts. Dat dat ding serieus aanvalt zou nemen voor onderzoek. En dat heeft dus op een gegeven moment gemaakt dat bij die hoorzitting die ik dus via mijn advocaat had gevraagd om van de lijst afgevoerd te worden, dat die kwestie niet meer relevant was, omdat mijn termijn voor beklag overschreden was. Dat is een technicality. Mm-hmm. Ja. En ik heb tijdens die zitting, en toen was Wijlen Amin, de heer Amin, voorzitter van de Krijgsraad. En ik heb hem zittende de meeting daar zo gezegd, dan wens ik, toch, dan wens ik getraild te worden. Dat is mijn recht. Mm-hmm. En kan het zijn binnen nu en een maand wil ik getraild worden, want ik wil niet doorgaan op deze wijze. Nee, dus ik kwam daarop zo met, ja, klopt. Okay. Ik heb het ook opgeëist, ja, toch? Maar het is genoteerd. Ja, maar de vraag is dus... Binnen redelijke termijn, toch? Ja. Ja, en ja, toen was het al zoveel jaren voorbij. Mm-hmm. Dus wat mij betreft had het toen al gebeurd moeten zijn. Ik wil getraild worden. Ja, maar de vraag is dus, u als persoon, mm-hmm, aan de hand van de informatie die u weet, het is geen tijd om alles te bespreken, in uw optiek is de heer Wouters schuldig. Luister, op dit moment ben ik geen rechter of wat dan ook. Nee, maar dus aan de hand ik van ik heb een pakket weet informatie enzovoorts, inzichten, mm-hmm, zaken die ik visueel meegemaakt heb, niet gehoord van deze en gene. Mm-hmm. En er zijn een heleboel... opmerkingen, kanttekeningen die gemaakt worden en verwijzingen. Mm-hmm.
En wanneer je dus de documentatie, want wij hebben natuurlijk ook via mijn advocaat ook de verklaringen van de verschillende verdachten enzovoorts binnengekregen om het ook in te kunnen studeren. Toch? Je moet ook een overal beeld hebben van het hele gebeuren. Mm. Ja? Maar wat je dus merkt, het is dus overal genomen, 95% is van horen zeggen. Ja? En ik zou dus ook in diezelfde strand moeten gaan van horen zeggen. Want ik heb er geen part nog deel gehad aan die kwestie. Mijn, okay. Laat me dat ook hier even zeggen. Mijn part of deel is geweest. Het waren toen serieuze omstandigheden in Suriname. Mm-hmm. Politiek onguur. En er was dus behoorlijke stress op de leiding in het land. Mm-hmm. Ja? En de spanningen waren hoog. Over en weer. Toch? Dus in die fase kunnen er dingen gebeurd zijn. Ja? Die mogelijkerwijs oncontroled zijn geraakt. Het kan zelfs zo zijn dat een individu ja, de actie heeft ontketend en dat de hoogste leiding daar niet van op de hoogte was. Ik was op dat moment sowieso niet in de militaire commandlijn, mm-hmm. maar ik was toen minister van Volksgezondheid. Dus ik was eigenlijk burger op dat moment. Tijdelijk. Dus als ik u goed begreep, want even om het makkelijker uit te leggen, zodat er geen spraakverwarring ontstaat. U zegt dus eigenlijk dat de informatie om deze kwestie niet duidelijk genoeg voor u is om eigenlijk een uitspraak te doen hierover. Begrijp ik u goed? Dat is onder meer, de onderbouwing is het volgende. En dat staat ook in mijn verklaring bij de onderzoeksrechter. Ja toch? Dat er als gevolg van die voortdurende tensie, toch, straatriots enzovoorts enzovoorts, zijn er wel degelijk interne gesprekken geweest met een aantal leidinggevenden, waarbij voorstellen zijn gedaan en daarbij heb ik bij zeker 1-2 meetings heb ik ook geparticipeerd, laten we dat duidelijk stellen, ja, om enkele personen uit de gemeenschap te verbannen. En dat staat in mijn verklaring. Maar over het dus incident geen hide and seek. Maar over het incident zelf, van de bewuste dag of nacht, mm-hmm. daar bent u dus beperkt geïnformeerd over. Of niet genoeg? Ik heb het alleen van horen zeggen. Heeft het van horen zeggen. Oké, okay, daar heb ik nog een vraag hierop aansluitend. Heeft u als mens zijnde, gewoon als mens, want we proberen in dit programma eigenlijk zoveel mogelijk de titels en de functies en al die zaken proberen we van de mensen te strippen en gewoon als mens tot mens te kunnen babbelen. Heeft u als mens moeite met ditgene dat is gebeurd, dat zich heeft afgespeeld? Beslist wel, ja, natuurlijk. Waarom? Het is zoals mijn wapenbroeder eerder gezegd heeft. Mm-hmm. Het is een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Suriname. De moderne geschiedenis van Suriname, en dat is het. Period. Oké. De reden waarom ik deze vraag heb gesteld aan meneer Sital, lieve luisteraars, is om het volgende. Ik was toen een ukkie, ik was toen 5 jaar of zo en ik hoorde die schoten nog, ik was klein, maar ik begreep die schoten niet eens. Ik vond het gewoon allemaal spannend, maar ik wist eigenlijk niet wat er gebeurde. Wanneer je opgroeit, dan begin je die verhalen te horen. Ik heb zelf geen politieke kleur, wat ik u net ook zei. En ik ben dus eigenlijk ook op basis van horen zeggen geïnformeerd over al hetgeen tot nu toe. Dus ik kan ook heel moeilijke uitspraak doen, of een mening formuleren hierover, maar ik moest u die vraag stellen. Maar wat ik wel als mens zijnde wel heb, en dat houdt me wel bezig als ik het dus op macro niveau bekijk, dus als ik het op gemeenschappelijk niveau bekijk, speelt dit wel een rol, het volgende. Ik weet niet, als ik, dus om het even objectief te bekijken, als ik misschien ook met de militairen was die tijd, laten we zeggen, ik was ook in de organisatie, ik was een volwassen man, ik was in de organisatie, ik was ook in de strijd, met de militairen, dus aan hun kant. Dan weet ik niet of ik het beter had kunnen doen, want u praat over spanningen. Ik weet het niet. Ik was er niet bij, ik weet het niet. Aan de andere kant, als ik denk aan de nabestaanden, is het een bittere pil, want ze hebben wel iemand wie ze heel dierbaar zijn, hebben ze een broer, een vader, een schoonbroer, whatever. Dus het is heel moeilijk, maar wat natuurlijk wel een sleep, u heeft het net ook gezegd, u wil ook snel dat het voorbij is, want wat het wel natuurlijk vervelend maakt op gemeenschappelijk niveau, is dat je wel
een sterke polarisatie krijgt aan de hand van de manier waarop er mee wordt omgegaan. Mm-hmm. Toch? Want het is natuurlijk, ik kan me voorstellen als nabestaande dat ze willen weten wat er is gebeurd. Want mm-hmm. ik vraag me soms af, stel dus voor het was omgekeerd, stel het was met uw broer gebeurd, mm-hmm. of met uw vader, of met de broervader van heer Bouters, of van een van die anderen. En ik bedoel, ik zei het ook tegen u, jullie zijn toffe mannen, het neemt wel wat om een land over te nemen. Toch? Ik bedoel, het is niet zo, maar je moet, mentaal moet je heel ver zijn. Toch? Je moet echt lef hebben om dat te doen. Dus dan vraag ik me af, ja, zou het als het omgekeerd was, zou dat ook zo verlopen zijn? Toch? Had men daar ook niet gewoon het rechte eigen handen genomen? Dat vraag ik me af, hè? Ik weet het niet. Maar wat ik wel weet, is dat ik als burger dit jammer vind, omdat je wel het voorbeeld zou moeten geven om te zeggen, oké, kijk, ik begrijp dat je verlies hebt geleden, het is heel pijnlijk. Laten we dit ding gewoon oplossen. En dan denk ik, dat is mijn bescheiden mening, kan ik verkeerd hebben, dat je dan, hoe dat ook, toch wel rust krijgt. Maar wat je ook natuurlijk, je hebt nu drie groepen. Eén groep is pro, één groep is anti, en vooral de jongeren, die het niet hebben meegemaakt, ja, wat deert ze niet, denken van, hé, weet je, het boeit me niet, ik was er niet bij. Ja. En ik kan van alle drie groepen wel hun uitgangspunt begrijpen, maar als je het geheel bekijkt, dan denk ik wel van, weet je, voor rechtszekerheid, toch? Want vandaag, toen was het die groep, onder bepaalde omstandigheden, tot nu toe een beetje onduidelijk, want die zegt dat, die zegt dit. Maar over mag wordt weer een andere groep. En dan, je weet niet wat je hebt aan recht, toch? Ik bedoel, ze hebben wel mensen verloren. Dus ik vind deze kwestie heel moeilijk. Ik vind het ook vervelend dat we hier nog steeds, hoe zal ik het zeggen, dat we hier nog steeds verkeren. En ik hoop wel echt dat het op. En natuurlijk, de kwestie van de amnestiewet, ik snap er driekwart van, ook nog niet alles. Maar het heeft ook niet geholpen. Toch? Het heeft de groep geholpen, maar andere groep. Dus dat bedoel ik met die polarisatie. Je krijgt in plaats van rust creëert, krijg je nog meer aversie. En eigenlijk weet niemand tot nu toe waarom. Toch? En dat is het enge ervan. Toch, meneer Sita? Ik bedoel, dat is het enge ervan. En ik bedoel, ik wil graag dat we gewoon peaceful met elkaar kunnen omgaan. En, maar goed, we bekijken de ontwikkelingen. Meneer Sita, ik ga dan moeten afsluiten. De tijd is zover. Ik wil u heel hartelijk bedanken voor uw openheid. U heeft me op één of twee vragen niet volledig beantwoord, maar goed, u heeft gezegd een stratege, dus ik respecteer dat. Hopelijk komen die antwoorden alsnog. Toch? Ik kan u niet dwingen. Jammer genoeg. Nee, dat is een grap. Is een grap. We zijn wel freedom vibes, we geloven vrij. Ja. Nee, is goed. Meneer Sita, heeft u nog een laatste groet? Ja, natuurlijk. Ik kan niets anders zeggen dan maak gebruik van het goede weer op dit moment, toch? En geniet ervan. Suriname wordt echt niet begraven morgen of iets dergelijks. Mm. We hebben heel wat mooie toekomstperspectieven. En laten we krachten bundelen, de goede ideeën bij elkaar brengen. De kennis en de know-how, die is er. Ja? Laten we dat bundelen, een joint maken. En het beste ervan voor de toekomstige generaties regelen. Maar dat is een plicht. Ja? En iedereen die zich onttrekt van die plicht, die moet diep in zijn hart gaan kijken, zijn of hart gaan kijken. Ben ik wel goed bezig? Ik wil goed bezig zijn, ik denk u ook. Ja. Ik waardeer uw programma. Dank u zoals wel. U me gezegd hebt, open. En ik hou van open. Ja. Toch? Ja. En als je soms een vraag niet direct kunt beantwoorden, wil niet zeggen dat je ervoor dokt. Maar dat laten we over aan de luisteraars, want dat weet ik niet. Ja. Nee, het zijn momentopnames, maar niet alle dingen gebeuren stel op sprong. Dus in die zin, we hebben nog tijd te gaan. Oké, prima. Nogmaals hartelijk bedankt, lieve luisteraars. Dit was Freedom Vibes, Roemie Knoppel, 89.3 FM. En we zijn vrijdag aanstaande weer in de studio met de andere parlementariër. Ik moet nog bevestiging krijgen. Dus ik hoop dat ik bevestiging krijg. En dan hoort u wel wie we hebben vrijdag aanstaande. En dat is het voor nu. Ciao. Kan mensen, zei je doe, ben je vrij? Of aan het werk heb je even tijd? Het geeft niet, doe wat je doet. Zet even meer geluid voor je radio, zodat je deze info toch krijgt. Ga maar lekker zitten of liggen, pak snacks of wat om te sippen. Spit je oren, hetgeen je wilde horen gaat meteen.
meteen beginnen. Serieuze dingen, door de burger, voor de burger, groepen en kringen. Met de bedoelingen ieder te zoeken en vinden, zonder iemand te dwingen. We pleiten voor gelijkheid, onafhankelijk zijn en vrijheid in ons midden. Bewustwording is waar we mee beginnen. Vervolgens honger stillen, overleven, beklimmen en nieuw leven beginnen. Door steeds meer kennis te innen. In dit programma laten feiten de leugens trillen. Freedom fight, via de ether je geheugen binnen. Cheers, freedom fight. Onafhankelijk zijn. Freedom Fights. Vrijwillig geïnformeerd. Freedom Fights. Vrijdenken.